Deze beschouwing die gaat over de puinhoop bij de automatisering van de politie van Nederland. Ik zeg niet dat het in andere landen beter geregeld is. Het is voldoende voor mij om te zeggen dat de automatisering bij de politie in Nederland een puinhoop is. En wat ik beweer is dat dit met opzet zo geregeld is. En voor het laatste heb ik bewijs. Dus dit wordt best ernstig en ik hoop dat deze uitzending gehoord wordt door iemand die in de Tweede Kamer zijn geld verdient. En dan kan die eindelijk iets doen voor het Nederlandse volk waar wij wat aan hebben, in plaats van de BTW omhoog te stemmen. Want daar hebben wij niks aan. Dit is een hele ernstige zaak. Dat de automatisering bij de politie een grote puinhoop is, dat is gevoegelijk bekend. Allerlei commissies en de daarbij behorende commissieleden hebben daar goudgeld aan verdiend door het jaar in en jaar uit weer samen te komen in leuke zaaltjes en dan lekker te gaan kletsen over de puinhoop van de automatisering bij de politie. Dan schrijven we een rapport en een jaar later krijgen we een nieuwe commissie die vervolgens gaat zeggen: jee zeg, het was vorig jaar al heel erg, nou nu is het zo mogelijk nog erger. Dit spelletje gaat al 40 jaar door. Het laatste wat ik zag was dat... Even kijken hoor, ik heb hier het artikel van de NPO aan de radio. Dat ze... Wat staat hier dan? Het is in 2017. En dit is een verslag van alles wat er gebeurd is met op dit terrein sinds 2010. Nee, sinds 1980 ongeveer. Hè? Dan laat de... Hij is nu demissionair of zo. Hij was toen demissionair minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie. Die liet weten dat een bepaald programma... dat zou eind van dat jaar aflopen. Dat het geen vervolg krijgt. Maar... dat er een andere organisatie binnen de politie de lopende projecten en de ontwikkelde werkwijzen overneemt. Kortom, nog meer geouwehoer. Waar we het over hebben is dat de overheid met al haar organisaties, waaronder gemeentehuizen, provinciale staten en dingen zo. Alles wat maar hoort tot de overheid. Hè? Dat zou moeten werken in één en hetzelfde systeem. Punt. Daarbij denk ik niet zozeer aan de urenadministratie of zo. Want dat interesseert niemand ene donder. Hoeveel een arbeider of ambtenaar aan uren draait, voor wat voor project, dat interesseert niemand wat. Dat mag iedereen zelf uitzoeken. Nou, iedere gemeente heeft zo zijn eigen idee over hoe vergunningen worden verstrekt. Nou, dat hoeft ook niet één systeem te zijn. Een kleine gemeente ergens in Groningen of zo, die heeft helemaal geen vergunningstoestandenprobleem, want wie wil daar nou gaan bouwen? Die hebben een probleem met het feit dat iedereen weg wil en ja, dat loopt helemaal leeg. Hè? Denk ik aan Delfzijl of zo. Maar gemeenten als Nijmegen of Amsterdam of zo, ja, daar wil iedereen wel wat bouwen. En nou, dan moet de gemeente allemaal vergunningen verstrekken. Dat hoef je niet landelijk te regelen. Dat moet Amsterdam maar uitzoeken. Dat moet Utrecht maar uitzoeken. En de gemeente Delfzijl, die lossen dat heel handig op, want niemand wil daar bouwen. Nee, waar het landelijk om gaat, dat zijn de algemene zaken die iedere Nederlander aangaan. Ik moet even een vlieg vangen. Ai, 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 wat zal die vlieg gaan behalen? Ja, je bent gevangen. Ja, die is een beetje bijzonder. Ja. Yeah. Die zit nou in het hospitium. En zo dadelijk wordt hij uitgezet. Het grenshospitium. Jo, zo dadelijk word je uitgezet, jongen. Als de eerste beste Somaliër. Wat kom je hier doen? Wegwezen jij. Ik sla geen vliegen dood, hè. Ik ben niet zo. Trouwens geeft ook rotzooi. Kijk, het gaat om de automatisering voor zover het onze gegevens betreft. Daar gaat het mij om. En hoe Amsterdam zijn zaakjes regelt, dat moet Amsterdam maar weten. De gemiddelde onderneming in Nederland heeft er ook een heel groot probleem mee, met dingen als projectadministratie en urenadministratie en nou, loonadministratie. Ja, dat interesseert me eigenlijk helemaal niks. En niemand wil weten hoe het nou precies zit en waar het geld aan wordt uitgegeven. Ja, dat zal laatst wel fijn zijn aan welke projecten het gaat. Dus de financiële administratie van de Nederlandse overheid, die zou ik graag centraal geregeld willen zien, omdat het ons geld is. Dat wordt nog een probleem, denk ik. Ik heb hier een boek in huis en dat heet Aspecten en Fasen. Het is geschreven door een doctorandus, een hele belangrijke pief, en die ken ik persoonlijk. Een slimme man. Maar daar ga ik het een andere keer wel over hebben. En het is dat ik dus vind dat de boekhouding van de overheid, dat zou overal één en hetzelfde systeem moeten zijn. Zodat wij weten wat er gebeurt met de belastingcenten. Waar wordt dat aan uitgegeven? Wie zijn de crediteuren van de overheid? Los daarvan, dus urenadministratie, al die dingen, dat moeten mensen maar zelf weten. De gemeentes, dat interesseert me echt helemaal niks. Nee, waar het mij om gaat, is alles wat ons aangaat. Dat moet goed geregeld zijn. Daar ligt de prioriteit. En bij het geval van de politie... Kijk, het planningssysteem waarmee agenten worden ingezet voor allerlei toestanden, dat interesseert me helemaal niks. Dat mag de politie zelf weten. Ik heb politieagenten verhalen zien houden over dat ze bezig waren met een zaak. En dan konden ze in een of ander stuk software de verschillende gebeurtenissen invoeren. En dan ging de computer aan de slag en die legde dan verbanden van... ja, deze gebeurtenis houdt verband met die gebeurtenis. En ja, zei die, dan kan het helemaal zo grafisch, wordt dat in beeld gebracht. En dat interesseert me helemaal niks. Wat mij interesseert is hoeveel aangiften zijn er gedaan... En dat wil ik niet weten 1 keer per jaar op verzoek van de Tweede Kamer. Nee, ik wil dat dat aan het einde van de dag doorgebliept wordt. Desnoods handmatig ingevoerd. Als het allemaal niet kan via de wanhopig verouderde aangiftesysteem... wat dan weer draait bij de gemeente Den Haag of zo. Maar dat ieder politiebureau, zonder dat ze daar geld voor krijgen... Het hun verantwoordelijkheid is dat aan het einde van de dag elke aangifte die in hun systeem zit, een kopie daarvan is doorgebliept naar het centrale systeem. En dan de aangifte zoals die klaar is. En we gaan geen aangiftes achteraf veranderen, namelijk. En zeker niet weggooien. Alles wat aangegeven wordt, Huppakee. Centraal uploaden, AUB. En met een computerinterface, een API heet dat. Application Programmable Interface of zo. Dat is een fluitje van een cent. Het komt erop neer dat ieder computersysteem van een politiebureau moet een bestand genereren. Lekker een tekstbestand. Heel eenvoudig. Platte tekst, geen vette letters, geen ingewikkelde codes. De karakterdefinitie is UTF-8. Voor het geval je iets hebt en daar is een rust bij betrokken en dan wil je dat, ja, dan wil je Cyrillisch of zo, moet je dan ook aan kunnen. Dat vind ik wel belangrijk. Hè? Wel zo handy. En wij willen weten van een aangifte, de datum, de tijdstip van aangifte, de locatie waarop de aangifte heeft gedaan, de ambtenaar die de aangifte heeft ingetypt, de persoon die de aangifte heeft gedaan, de tekst van de aangifte. Zoiets, heb je het ongeveer gehad. Misschien nog wat dingetjes erbij. Dat willen we weten. Nou, vervolgens willen wij weten van justitie wie er veroordeeld is en op welke aangifte die veroordeling van toepassing is. Iemand doet aangifte van verkrachting, iemand anders wordt veroordeeld voor verkrachting en dat was dan die verkrachting ook. Het kan natuurlijk zijn dat ze iemand te pak hebben gekregen en die is verantwoordelijk voor 6 verkrachtingen. Er zijn 6 aangiften van verkrachting in één keer opgelost met 1 veroordeling. Van 1 persoon voor 6 aangiftes. Dat willen we weten van justitie. Vervolgens willen wij weten wat er zoal is vastgelegd in het kader van onderzoek. Laten we dat noemen het dossier. En dat laatste natuurlijk, dat mag niet zomaar iedereen weten. Want dan zouden criminele mensen kunnen zien dat er onderzoek wordt gedaan naar jullie. En dat is de bedoeling niet. Dat geldt dan dus ook voor dingen als aangiftes die gedaan worden. Dat moet ook niet iedereen kunnen zien. Maar een persoon die zelf aangifte heeft gedaan, die moet zijn eigen aangifte kunnen zien. Huh? Want het gaat om onze gegevens. Knoopt het even in je oren. Huh? Een dossier. Ik heb een uitzending gemaakt, die staat al klaar, waarin ik spreek over de oplossing. En daarin geef ik aan dat het begrip dossier, dat daar een oplossing voor geldt. En die is niet zo heel moeilijk. En dan nu dat de automatisering bij de politie een puinhoop is. En dat dat met opzet is. Dus al 40 jaar lang zeggen mensen, de automatisering bij de politie is een puinhoop. En al 40 jaar lang beloven ze van alles. En dan gaan we volgend jaar het anders doen. En dan komt er iemand anders wordt aangesteld. En waar het dan op neerkomt is dat ieder jaar wordt er een nieuw team aangesteld die ervoor gaat zorgen dat de puinhoop niet opgeruimd wordt. He, dat je in 1980 komen ze erachter dat het één grote puinhoop is. Dat je dat niet in 1981 hebt opgelost. Oké. Daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar dat je in 1990 dan nog steeds aan het hannissen bent, dat lijkt mij zorgelijk. In 1990 hadden wij Als, nou, de consumenten wil ik dan nog niet zeggen, maar... Nou ja, toen had je al 64-bits computers. En Unix was al, hoor. En een leuk database management systeem had je ook, hoor. Dat bestond toen al. En je had aan de slag kunnen gaan met desnoods een, iets van IBM, een AS400 zo. Die was toen toch al? Op de landbouwhogeschool werkten wij met VAX-VMS. En die hadden ook een database management systeem. Oracle had je toen ook al. Dus de software en alles, het was eigenlijk klaar. Hè? En ze zijn maar blijven eikelen. Nou, in de jaren 90 brak Linux helemaal door. En met dat de doorbraak van Linux kwam, kwam ook... database management software op de markt. Ja, markt is een groot woord, want dat spul is allemaal gratis. Linux is gratis. Die database software is gratis. Ik heb daar kennis van genomen. En dan ben ik een heel klein piepeltje in automatiseringsland. Ik heb al kennis genomen van die Linux en dat database management systeem. In de jaren, eind jaren 90. En ik draaide dat op een 32-bits machine. Nou, dat moet je natuurlijk niet doen. Dat moet een 64-bitter zijn. Maar die waren al... Ik had de eerste 64-bit machine. Dat was 1995 of zo. Ik. En van de sukkel uit Arnhem. Ja, dat had ik gehuurd. Nou, doe maar eens een 64-bit bak. Ah, dat was eigenlijk aangenaam verrast. Ik denk, oh, zo kan het ook. Nee, maar nu gaan we lachen. En dan van je overheid verwacht je wat meer, snap je? Ik ben maar een eenzaam programmeurtje. Ik had die technologie al in huis. En wat hoor ik nou? Dat was in deze eeuw. Dat was ergens in 2011, 2012 of zo. Toen werd er een woordvoerder van justitie geïnterviewd door iemand van tv. En daarin werd hem gevraagd naar de zaak Manuel Schadwald. Het moet ergens in 2011, 2013, ergens in die tijd ongeveer. Ik heb me daar een tijd mee bezig gehouden. Niet per se alleen met Manuel Schadwald, maar ook met de Zandvoort-affaire en de affaire rond Marc Dutroux. En nog wel wat meer... dingen op dat terrein. Dus ernstige seksuele mishandeling van jonge mensen. Minderjarigen tot en met baby's aan toe. Manuel Schadwald was een jongen. En zijn ouders waren gescheiden. En hij hing rond op het Bahnhof Zoo. Dus het is een station in Berlijn. Vlak bij de dierentuin, vandaar het zoo, hè, de dierentuin. En daar werkte hij dan als schandknaap. En daar werd hij opgepikt door een pooier. En die beloofde hem gouden bergen als hij Manuel Schadwald maar mee zou gaan naar Nederland. Toen is hij hier in Nederland in de prostitutie beland. Daar werd hij opgemerkt door een rechercheteam. En die hebben alles netjes van hem bijgehouden. Een dossier, daar kom ik nu aan. Hè? een dossier van hem bijgehouden. En dat dossier, dat werd digitaal vastgelegd. Daar heb je het over, dus die zaak Schadwald, Manuel Schadwald, dat is eind jaren 90 of zo. Ze hebben, toen ze hem zagen in gezelschap van ronduit gewelddadige, gevaarlijke pederasters, hebben ze tegen de superieuren gezegd, geadviseerd, gevraagd om toestemming om Manuel Schadwald van straat af te plukken. Want ze zeiden, die jongen loopt gevaar. Dit gaat niet goed gaan. Toen heeft hun superieur gezegd, nee, laat hem nog maar even lopen en blijf maar rechercheren. Als we nu Manuel Schadwald van straat afplukken, dan weten die lui dat we ze in de gaten hebben en dan weet ik wel wat. Hè? Dus hou ze nog maar even in de gaten, even verzamelen en dan gaan we later nog wel kijken of we Manuel Schadwald van straat afplukken. Ter bescherming natuurlijk. Hè? Nou, dat laatste was niet nodig, want die rechercheurs zagen een tijdje daarna die jonge jongen helemaal niet meer. En Manuel Schadwald was toen 13. 14. Minderjarig. Van Manuel Schadwald is, sinds hij voor het laatst gezien was door die rechercheurs in Rotterdam, nooit meer gezien. En inmiddels zijn wij 20 jaar verder. Dit is erg. Hè? Dit is al een schande. Die rechercheurs hebben aangegeven bij hun superieuren, want dit gaat niet gaan. Dit is gevaarlijk voor die jongen. En natuurlijk zijn we geïnteresseerd in het pakken van de grote jongens en zo. Dat is allemaal geen probleem. Maar hier loopt iemand gevaar. Dat zeiden die rechercheurs. En dat is genegeerd door hun bazen. En Manuel Schadwald is in geen velden of wegen meer te bekennen. En dat is niet, het is niet aannemelijk dat Manuel Schadwald niet meer in velden of wegen te bekennen is, omdat Manuel Schadwald zoveel verdiend had dat hij een nieuw bestaan is begonnen in Paraguay, net als Adolf Hitler. Het is aannemelijk om te denken dat Manuel Schadwald een gewelddadige dood is gestorven. Ergens in Nederland. En hoe heeft dat zover kunnen komen? Nou, doordat die bazen van Manuel Schadwald zoiets hadden van, nou, laat hem even lopen, man. Dus blijf maar rechercheren. Don't panic, don't panic. En toen was Manuel Schadwald in ene weg. Schande, hè? Nou wordt die woordvoerder van justitie na afloop van een of andere receptie door iemand uit Hilversum, zo'n verslaggever, journalist, die werkt voor de overheid ook dan, hè? En dan wordt die woordvoerder gevraagd naar de zaak Manuel Schadwald. En dan zegt hij het volgende. Er was een dossier van Manuel Schadwald, een digitaal dossier. En het automatiseringssysteem van de betreffende politiebureau-eenheid, dat werd geüpgrade naar een nieuwe versie. Of een ander programma, of in elk geval het systeem moest verbeterd. Er was een beter systeem. En er moest een conversie plaatsvinden van gegevens. Dus de oude gegevens moesten geconverteerd worden naar het nieuwere systeem. Nou, iets waar ik heel bekend mee ben. Dat is... Ja, dat Dat is niet eens makkelijk. Het ligt er een beetje aan hoe en zo. Hè? En ik heb mij daar, ik heb dat vaak meegemaakt dat we conversies moesten draaien. En wauw, man. En dan vooral als de, ja, dan hadden we een klant binnengehaald met een heel erg verouderd systeem. En wij hadden iets klaarstaan en dat was super deluxe, hypermodern. Ja, en dan moet je die oude bagger, en soms ook klopte die datamodellering, klopte niet. Ik heb voor hele grote uitdagingen gestaan. En ik kan je vertellen, ik heb een keer een hele grote conversie gehad en er was wat fout gegaan. En er was een drama, jongen. En toen moesten we aan de slag. Dat hebben we allemaal hersteld. Dus kortom, elke gegevensconversie waar ik voor verantwoordelijk ben geweest, die liep goed af. En soms kan je niet alle gegevens overbrengen, maar dat weet een klant dan ook. En dat je zegt, ja, dat en dat en dat, dat doen we niet. En dan kan een klant nog even zeggen, ja, maar waarom dan niet? Ik zeg, ja, zulke bagger, wat moet je ermee, man? We kunnen het wel in een nieuw systeem zetten, maar je zal er doorheen moeten. En waarschijnlijk ga je dan 80% weggooien. Wat je beter kan doen, het gaat om zo weinig gegevens. Maak nog even een printje uit het oude systeem. En ga je in het nieuwe systeem zitten als wij alles overgezet hebben. En dat doe je maar op de hand. Nou, en dan gaat een klant ermee akkoord. En dan mooi zo. En wij converteren alles wat moet geconverteerd worden automatisch. En de laatste kruimels, zeg maar, dat moet er maar handmatig. Dat heb ik meegemaakt. Dat gaat in goed overleg. En wat zei nou die woordvoerder van justitie? Van ja, bij die dataconversie die heeft plaatsgevonden, toen is het dossier van Manuel Schadwald tussen wal en schip beland. En dat heb ik gezien op internet. En dat was een uitzending en die was op tv geweest. En dat kon ik zien aan dat logootje wat er in beeld was. Er was zoiets als uitzending gemist of zo. Huh? En ik wist toen dat die woordvoerder van justitie aan het liegen was. Want dit kan niet. Kijk, het minste wat je doet, als je in dit geval dossiers over gaat zetten, of iets anders, stel je gaat persoonsgegevens overzetten. Het minste wat je doet, is dat je in het oude systeem een telling maakt van alle, laten we zeggen, personen. En dan draai je de conversie en dan maak je in het nieuwe systeem, doe je weer een telling van het aantal personen. En het aantal personen, dat moet net zoveel zijn. Er moeten niet plotseling 10 personen bijgekomen zijn. Want waar komen die dan vandaan? En het kan natuurlijk ook niet dat er 10 personen ontbreken. Want wie zijn dat dan? Dat geldt niet alleen voor personen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld als je een lijst hebt met producten. Een klant, ik heb van die klanten, die hebben dan een lijst en er zitten wel 10.000 producten in. En dan hebben ze dus een of ander oud systeem en dan krijgen we die lijst met producten. En dan gaan wij dat importeren in het nieuwe systeem. En dan dat eerste wat je controleert, van zitten al die producten erin? En het eerste wat je daarvan controleert, is klopt het aantal? En als het aantal klopt, dan ga je nog verder op zoek naar dingen. Je gaat steekproeven nemen. En je doet dingen als bijvoorbeeld ieder product heeft een verkoopprijs. Nou, in het oude systeem tel je alle verkoopprijzen bij elkaar op. In het nieuwe systeem tel je ook alle verkoopprijzen bij elkaar op. Dat moet hetzelfde bedrag zijn. Want anders is er iets niet goed gegaan bij het overzetten van de verkoopprijs. Toch? Kijk, dat hoort bij een gegevensconversie. die oude Romeinse keizer, Marcus Aurelius of zo, die heeft een keer gezegd, vertrouwen is goed, maar controleren is beter. En ben jij een serieus medewerker van de afdeling ICT van de politie, en dan gaat het dus om hele belangrijke gegevens, in dit geval dossiers, want hoezo zou het dossier van Manuel Schadwald het enige dossier zijn wat gaat over ernstig seksueel kindermisbruik? Hoezo, hè? En dan heb je niet eens in de gaten dat er een dossier niet is meegekomen. Want dat hadden ze dus kennelijk niet in de gaten. Want die woordvoerder van justitie zei dat ze dat dossier sinds de dataconversie kwijt waren. Ja, maar wacht nou eens even. Je gooit je oude schoenen niet weg voordat je nieuwe schoenen hebt. Toch? Dus hoezo is dat oude systeem afgekoppeld, zonder dat ze zich ervan hadden overtuigd dat alles wel overgezet was? Dus ze hebben niet gecontroleerd of alles wel overgezet werd. Dat is misdadig. En ze hebben het oude systeem weggegooid. En dat was niet nodig. Het minste wat ze hadden kunnen doen is dat ze dat systeem met de computer waar het op draait, dat ze die dan misschien verwijderd hebben uit het netwerk. Want nou, die hebben we niet meer nodig, want we hebben alles in het nieuwe systeem zitten. Maar daarmee gooi je die computer niet weg. En het operating system ga je niet wissen. Je gaat die data niet wissen, ben jij hem af. Want je weet nooit. Je hebt als eerste, je hebt natuurlijk hartstikke goed gecontroleerd dat alles is overgezet, punt. Maar dan nog kan je iets over het hoofd hebben gezien. En wanneer ga je dat constateren? Dat weet je niet. Dat kan misschien wel, want als je het hebt over politiedossiers, die zijn over 10 jaar nog actueel. En dan kan het dus zijn dat over 10 jaar iemand nog tot ontdekking komt van, ja, dat is een hele oude zaak en, hé, maar dat is maf. Waar zijn de forensische dingen van de vingerafdrukken? Dat kan toch? Hè? Nou, en dan moet je kunnen zeggen, nou, die oude computer hebben we nog. En dan moet je nog maar even inloggen op het oude systeem. Dus die oude computer met de handleiding en alles erbij, die wordt ergens in het archief gezet, maar niet weggegooid. Tuurlijk niet. Dit zijn 2 dingen waarvan ik zeg, dit is opzet. En je zou zelfs kunnen zeggen, het feit dat die rechercheurs Manuel Schadwald niet van straat mochten plukken, dat was de eerste kwade opzet. Want Manuel Schadwald zou dan eens kunnen gaan vertellen voor wie hij allemaal gewerkt heeft, als je dat werken mag noemen. Misschien wist Manuel Schadwald te veel. Dus 3 aanwijzingen dat er binnen justitie mensen bezig zijn op hele belangrijke posities die met opzet ervoor zorgen dat de automatisering een puinhoop is en blijft. En waar kan ik aangifte doen? Dit is een vraag aan jou. Laat dit horen aan mensen in jouw omgeving. En dan maar hopen dat er iemand in jouw omgeving contacten heeft in de Tweede Kamer. Of bij de politie. En zo niet, dan moeten die personen het ook maar weer laten horen aan andere mensen. Net zolang totdat deze getuigenis van mij, Perry Winkel, in de oren komt van mensen die hier wat aan kunnen doen. Aan mensen die zich dit aantrekken en een positie bekleden waarin ze er wat aan kunnen gaan doen. Wij zitten nou in deze situatie 40 jaar. Ik ben nu 59. En toen ik begon met programmeren, toen was ik 19. Dat is 40 jaar geleden. Dus sinds dat ik begonnen ben met mij kundig te maken in de kunst van het programmeren, speelt dit probleem al. En ik ben begonnen met programmeren op een rekenmachine, een programmeerbare rekenmachine van Texas Instruments. En dat was nog maar het begin. Toen werden het Apple II's, toen werden, alles waar ik maar mijn handen op kon leggen, heb ik op geprogrammeerd. En momenteel programmeer ik op een Apple Macintosh, een 64-bit computer. Unix is de onderkant, MySQL is de database. En you believe me dat dat werkt. En dataconversies, die draai ik, die programmeer ik. Want ik heb regelmatig nieuwe versies van mijn software. En die worden dan geïnstalleerd. En die zien nog niet geconverteerde data. En die gaan gelijk converteren. Maar die dataconversies die ik draai, die zijn gegarandeerd oké. Die hoef ik niet te controleren. Dat komt omdat ik als programmeur, heb gemaakt toepassingen voor bedrijven en instanties. Maar mijn passie zit hem in de taal. Momenteel heb ik het aantal klanten of instanties waar ik dan echt nog voor werk, waar ik een dienstverlener voor ben. Dat is een handjevol mensen. Dat is met opzet. Maar ik weet precies waar ik het over heb. En upgrades, updates, ja, dat is voor mij gesneden koek. En een dataconversie van het ene systeem naar het andere systeem, dat doe ik dan niet. Maar als mijn systeem, als ik dan een verbetering maak of whatever in mijn eigen systeem, en dan moeten er aanpassingen komen in de data, daar hoeft geen klant zich zorgen over te maken. Dat is nooit geweest. Dus ik weet dat justitie hier aan het liegen is. Als ze zeggen dat het vrij normaal is dat je een dossier kwijtraakt. En wat staat hier dan in het artikel van de NPO? Even kijken, wat dan. Even zoeken waar dat stond. Ze zit echt helemaal klem, hoor. Ik moet even gaan zoeken op kwijt, denk ik. Je wacht maar eventjes, hoor. Appeltje F. Kwijt. Daar vindt hij niks op. En dan zoek. Ja. Zeg maar onderzoek, dat bedoel ik niet. Zoek geraakt. Anders kunnen we nog zoeken op verdwenen. Even kijken, hoe moet ik echt alles gaan doorlezen? Ik heb het gelezen, hoor. Het is schandalig. En het hoeft niet. Maar op ICT, daar zitten kwaadaardige, criminele personen. Even kijken, wat hebben we er nog verder in het verleden terug? Zo. Even wachten, ik moet het kunnen vinden. Stroomversnelling, hup. Ja, ik zeg maar wat. Ik ben als een idioot aan het lezen. Okay. Waar staat het nou? Zoekgeraakt was het toch? Kwijtgeraakt. Weggeraakt of zo? Kan ook nog zijn, hè? Gaan we daarop gaan zoeken. Weggeraakt. Weinig oplossing structureel. Ja. Wat staat hier? Systemen vallen uit. Ja. Snap ik ook niet. Oh. Nou, als ik het echt heel erg vind, dan knip ik het hele stuk eruit, ja? Oh, hier staat het. He. Ik had moeten zoeken op verlies. 2013. In 2013 is er een aanvalsprogramma informatievoorziening gepubliceerd met als doelstelling, en dat is voor de periode 2013-2017, en de doelstellingen van het aanvalsprogramma zijn nog altijd, dubbele punt, minder uitval van systemen en verlies van gegevens. 2013. Hier, dit moet je niet... Ja, als je een parlementaire enquêtecommissie toestand gaat instellen, dat levert je geen zak op. De enige oplossing is dat je het gaat doen op de manier die ik dan aandraag met de oplossing. En daar heb je een budget voor nodig van, wat zal het zijn, misschien €1 miljoen om er te beginnen. Maximaal. En om je een tipje van de sluier op te lossen, wat je moet doen, is je moet een systeem hebben waarin alle gegevens die ingevoerd worden en niet gemuteerd kunnen worden en dus ook niet verwijderd kunnen worden. Dat moet onmogelijk zijn. Het enige wat je zou kunnen doen om die gegevens te vernietigen is om het hele informatiesysteem kapot te maken. Maar dan hebben we de backups nog. Dan moet je dus de huidige versie van de database kapot maken. En je moet de hand weten te leggen op alle kopieën van alle backups. En die moet je ook allemaal kapot maken. Nou, als je dat gaat proberen, dan word je hoogstwaarschijnlijk gesnapt. En ik zou zeggen, de doodstraf. Het kan dan niet volgens het Nederlands recht, maar iemand die zoiets doet, ja, dat hou maar op, joh. Ja, het moet levenslang, ja, levenslang, minimaal. En echt levenslang. Ook niet loslaten na 35 jaar of zo. Niet, gewoon afgelopen. Dit mogen wij niet pikken. Doelstellingen van het aanvalsprogramma zijn nog altijd, dubbele punt, minder uitval van systemen en verlies van gegevens. Ik werk nu meer dan 30 jaar in de ICT. En dan de laatste tijd heb ik dan niet zo heel veel klanten meer die in die systemen werken. Daar heb ik afscheid van genomen. Allemaal keurig geregeld en niemand was boos. Er is allemaal niks aan de hand. Maar in de tijd dat ik nog echt werkte voor tientallen bedrijven, honderden users. Ik ben nog nooit iets kwijtgeraakt. Nooit. Een uitval van systemen, ja. Ik heb het meegemaakt dat er een server uitviel. En de klant helemaal boos. Ja, wat is het nou? En de server doet het niet meer en zo. Nou, dat moeten we niet hebben. Nou, en dat kan. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Hè? En hoe hebben we dat opgelost? Nou, behalve het programma wat de server behelst, draait er nog een programma. Dat is een heel klein programmaatje. En het enige wat dat programmaatje doet, dat is controleren of de server het nog doet. En als het niet het geval is, dan gaat het kleine programmaatje heel erg ingewikkeld doen. En die gaat zeggen, hé, wat is er aan de hand? Lalala. Dan gaan we even dit doen. Oh, dat werkt ook niet? Oh, dan gaan we even dat doen. Ik heb nu hier in mijn woning, daar draait dus een server. Nou, die kan eruit klappen. Tuurlijk kan dat. Dat kan gebeuren. En welke gegevens ben je dan kwijt? Ja, nou, als dat dus gebeurt en dat het heel erg druk is of zo, dan kan inderdaad net iemand bezig zijn geweest. En dan ben je dat dingetje op dat moment kwijt. Ja, er zit iemand zo een aangifte te doen, hè. Iemand zit dan toch de aangifte te doen. Dus die heeft die aangifte nog staan in zijn webbrowser. Maar dan zegt die webbrowser van, hey, connection is lost. Ja, die tekst die staat nog in beeld. En nou, nu ik erover nadenk, dan denk ik van ja, dan maak je een save optie voor die HTML-pagina. En die moet je even save op je harde schijf. En moet je wachten tot dat systeem weer terug is. En hoe lang duurt dat? Nou, ik heb momenteel de timer staan op iets van 3 minuten. Dus dan moet je 3 minuten wachten en is het systeem weer helemaal fris opgestart. Klaar. Snap je? En ik heb mijn server zo ingesteld dat hij elke nacht om 5 uur, dan zegt hij bedtime voor Bonzo. En dan begint hij af te bouwen. Iedereen die nog hangt of zo, die wordt gevoegelijk uitgelogd. En dan de volgende verbeterde versie. En dan krijgt ook iedereen netjes een boodschap op zijn scherm van het is bedtime voor Bonzo voor de server. Over 10 minuten ben je weer de eerste. Want het is niet verstandig om een machine heel erg lang met hetzelfde RAM-geheugen te laten draaien. Want die RAM-geheugen, uiteindelijk loopt het vol. Dan kan je net zoveel, dat noemen ze garbage collections, doen. Ah, het is ook heel verstandig om een total reboot te doen. Gewoon eventjes helemaal fris en vers overnieuw te beginnen. En dan mag iedereen weer komen en aan het einde van de dag doe je het weer. Van een dag, dus om 5 uur 's morgens. Want ja, wie werkt er nou van 5 uur 's morgens tot 5:15? Hè? En de mensen die om 4:30 nog ingelogd zijn, bij wijze van spreken, die krijgen allemaal de boodschap van, hey, over een half uur gaat de server even plat. Dus ik weet niet wat je nog van plan bent. Maar... was er ook bij de Albert Heijn. Over 10 minuten gaat deze winkel sluiten. Wij vragen u om de boodschappen in het mandje te doen en naar de kassa te gaan. En als je een machine elke dag even boet, die van mij die gaat niet meer down. Maar die heeft ook iedere dag een verse boet. Om 5 uur 's morgens. Dus die machine zal 's morgens helemaal, ja hoor, daar binnen we weer. Ja. En ik heb een andere machine, daar heb ik dat dan niet nog. Maar ik ga helemaal stoppen met die machine. En die loopt dan alsmaar door. Ja, en dan heb ik inderdaad na, weet ik veel, 1 week, 2 weken of zo. En dan boink. En dan ligt hij op zijn gat. Maar als je de machine elke dag netjes opstart, kom op. Zelfs mijn Macintosh die ik hier heb, moet ik er ook om denken dat ik hem elke dag even een boetje geef, hoor. En ik kan even zeggen, ja, maar dat is eigenlijk onder Unix, zou dat niet moeten. Nou, heb je een punt, dat zou eigenlijk niet moeten. Nou, klopt. Maar we doen het lekker toch, gewoon voor alle zekerheid. Zelfs al moet het niet, maar maakt mij het uit. En trouwens, ik gebruik dat moment van eventjes dat het systeem down gaat. Hè. Georganiseerd down gaat dus. En dan start hij weer op. En wat gaan we dan doen? Ja, dan draaien we een backup. Ja, maar je kan toch ook backuppen terwijl iedereen ingelogd is en muteert? Dat kan toch? Ja, dat kan wel. Maar dat doen we niet. Nou, wat toeters en bellen, moet je niet doen. En het systeem is zeg maar 24 uur per dag minus 12 minuten. Is het bereikbaar? Dus het is niet 24/7 of zo. Nee, dus 24 uur minus 12 minuten. En dan dus niet. Dat is heel jammer. Ga maar naar huis, ga maar janken. Dan moet je een kwartiertje per dag moet je koffie drinken. Nou, wat erg zeg. En wat je ervoor terugkrijgt, is een systeem waarin nooit meer een politiedossier zoek kan raken. Ik heb hier op mijn, dat is dan lokaal, dan ja, dat heb ik een NAS-systeem, een Network Addressed Storage System. En er staan de backups op van vanmorgen, van gisteren, van eergisteren. Dat is dan... Dus vanmorgen zaterdag, vrijdag, donderdag, woensdag, dinsdag, maandag, zondag. Vorige week zondag. Of zeg ik dat? Ja, zondag. Dat is de eerste dag van... ja. Anyway, vorige week zondag, zo zeg je dan. En dan eventjes niks en dan de zondag daarvoor. Dus zondag 30 juni heb ik de backup. Zondag 23 juni heb ik de backup. En zondag 16 juni heb ik de backup. En daarvoor helemaal niks, want ik ben het namelijk begonnen op 16 juni. Nee, iets eerder, by the way. Maar ik hoef niet iedere backup te hebben natuurlijk. Hè? Maar wel de backup van vanmorgen en de backup van gisteren en de backup van donderdag. En die al wel allemaal. Maar als zo dadelijk de nieuwe week weer is begonnen, dan zijn uiteindelijk... ja. Is de backup van afgelopen dinsdag, ja, die is over een week niet meer interessant, hoor. En als we straks in de nieuwe maand zitten, ja, dan zijn die wekelijkse backups die ik dan nu nog bewaren, van iedere zondag, die staan er dan nog. En dan wordt daar ook in geschoond, hoor. En als het nieuwe jaar begonnen is, dan, ja, dan gaan we de maandbackups van zoveel jaar geleden, die worden ook geschoond. Hè? En in principe heb ik het zo dat de laatste zondag van het jaar, die backup, die wordt nooit weggegooid. Helemaal nooit. En in het geval dat ik de politie zou mogen doen, en in het ding van de oplossing geef ik aan dat ik dat kan. Ik kan dat. Dat is geen enkel probleem. Doe mij de hardware. De Ubuntu-machine, MySQL. Doe me een Ubuntu-machine en ik doe de rest van. Ik kan Ubuntu installeren namelijk. Dat is niet zo moeilijk. Maar het zou makkelijk zijn als iemand dat even doet. Ik doe dat ook niet dagelijks. Maar als Ubuntu erop staat, er moet een loeres van een harde schijf onder... En Ubuntu draait erop. Ik heb een account met root access natuurlijk. En regel ik de rest al. En ik compileer mijn systeem erop. Nou, dan hebben we nog iets nodig met die SSL, hè, Secure Socket Layer. En het zou handig zijn dat er een vette router komt. Dat we gaan werken met een whitelist. Dat er alleen maar bepaalde IP-nummers naar binnen mogen. En het zou fijn zijn als die router dat verkeer even tegenhoudt. Dat als er iemand probeert om met de politie-server in contact te komen en dat is allemaal niet geautoriseerd, dat we dat wegketsen. Lijkt me erg handig. En voor de rest doe ik alles zelf. Ja, ik kan het. Dus als iemand die iets te vertellen heeft in de ICT, of je kent iemand die iets te vertellen heeft in de ICT, die dat hoort. Nou, je kan zo reageren. Onder deze YouTube-uitzending kan je een reactie geven. En, geen enkel probleem aan. En mijn e-mailadres is mijn voornaam en dan het cijfer 7. En dan @ en dan is het mac.com. Nou, dat moet je kunnen onthouden. Perry, cijfer 7, mac.com. @mac.com. Ik reageer wel. Niet om rijk te worden, daar gaat het mij niet om. Maar om Nederland te helpen van dit verschrikkelijk droevige probleem. Wat al 40 jaar speelt. En waarbij dossiers van kinderen die verdwenen zijn, dat die dossiers verdwijnen. En dat een woordvoerder van justitie dan met een big smile bij de NCRV of zo was dat. Zo weer in de camera zegt, ja, er was een nieuwe versie, een upgrade en ja, toen was het weg. Was dan verleden tijd. En ook zo'n geintje als laatst dan, hè, dat de Tweede Kamer had gevraagd hoeveel mensen die niet in Nederland geboren zijn, immigranten, hoeveel van die groep heeft een misdrijf gepleegd en wat dan? Dat hebben ze gevraagd aan justitie. Waarom? Justitie moet door de Kamer worden gedwongen, politie en justitie, om al hun bevindingen, en dan gaat het om de pure basisdingen, dus aangiftes, het gezamenlijke dossier, het dossier wat ze willen delen met andere politiebureaus. Dat is dan niet amper publiek, dat hoeft ook niet iedereen te zien. En de veroordelingen, dat wil je weten. Minimaal aangiftes en veroordelingen, dat moet een Tweede Kamerlid in kunnen zien. En als de Tweede Kamer dat wil weten, dan loggen ze even in en dan vragen ze het lijstje op. Hoppa, klaar. En wat er nu is gebeurd, is dat er dan wordt het gevraagd in justitie en dan is er een soort 1-2'tje. En dan gaan ze zeggen, ja, dit hoeven ze niet te weten, dat hoeven ze niet te weten en dat zetten we onder de categorie overige. Ja, maar zo zijn we niet getrouwd. Daarom moet justitie gedwongen worden tot het plan zoals ik dat schetste. En als je dan geen gebruik wil maken van mijn diensten, dat maakt mij niet uit. Als het maar werkt zoals ik zei. Ga er maar over nadenken. Want er moet iets gaan veranderen aan de puinhoop van de automatisering van de politie. Dank u wel. En op zijn hamburgerzaak hier. Tjus. En dag lieverds.